man die vergeet ik niet. In de schemer voor een duister ben ik even naar Blauwdorp terug geweest. Nee, ik vergeet ik niet. Even kijken voor een duister ben ik stiekem in Blauwdorp terug geweest. Vandaag is een historische dag, de laatste dag. Nu, de laatste 5 jaar zijn we eigenlijk de hele tijd hier bezig geweest. We hebben eigenlijk de meeste woningen gebouwd, ja. De hele wijk is afgebroken en werd nu opgebouwd, zeg maar, ja. De mensen hebben het toch niet als heel erg hinderlijk ervaren. Dus ze vonden het best wel fijn dat het opnieuw gebouwd werd. Hè. En niet iedereen natuurlijk, maar de meeste mensen wel. De meeste mensen zijn heel erg positief daarover. Je krijgt wel een band met de bewoners. Een aantal bewoners, ja, die kom je vaak tegen, daar maak je een praatje mee. En je wordt een beetje eigen hier. Hè? Een beetje een bewoner ook. Hè? Urbaan. Ik vind het was een beetje even wennen, maar wat ik hoorde, er komen nieuwe ideeën en ook iets nieuws voor mensen die ook wat ouder zijn en willen iets makkelijk met die appartements. Dus ik vind het een heel goed idee en hier wordt mooi groen. Nou, ik vind het wel mooi worden. Leuk initiatief, iets nieuws. Hoi. En lekker groen park voor de deur. Ik betaal zelf ook 630 euro voor een 2-kamer-appartement. Ja, ik vind het van de gekke. Dat noem ik geen sociale huurwoningen meer. Het heeft heel lang geduurd voordat we zo ver kwamen dat we nou echt daadwerkelijk aan het verbouwen zijn. Gelukkig is het allemaal gelukt. Ook dankzij Boei. We zijn er heel trots op dat we dit hebben kunnen behouden. Want ja, het is gewoon niet te herbouwen. Het is onmogelijk. Dus de functie van muziek komt ook weer terug in dit gebouw. Zoals het ook oorspronkelijk bedoeld was. We hebben een gedeelte waarbij wij min of meer zakelijk verhuren aan creatieve bedrijven. En één huurder is onder andere RTV Maastricht. Daarna hebben we nog een huurder die heet Videopower. En de grote studio, de vroegere ROZ studio. En de kleine studio's, dat worden ook weer studio's. In de kelder, vooral in de kelder, komen heel veel repetitie- en muziekstudeerruimtes en dat soort dingen. We moeten natuurlijk ook gewoon huur betalen. In principe dus aan die kant moeten we ook aan de financiën denken. Maar we proberen het natuurlijk wel zo schappelijk mogelijk te houden. En er zullen ook genoeg initiatieven en projecten komen waarbij door middel van subsidies, projectsubsidies, gewoon zorgen dat het ook voor de kinderen zeker heel laagdrempelig wordt. We staan hier op de eerste verdieping van het Banca-gebouw dat, je ziet het, flink onder handen wordt genomen. Als het goed is, binnen 2-3 maanden wordt het opgeleverd en
gaan wij als RTV Maastricht gaan we hier naartoe verhuizen. Daar zijn we heel blij mee. Het is een hartstikke mooi gebouw. Het is een omroepgebouw van oudsher. Dus dat biedt dan meer faciliteiten. We hebben hier ook al meer ruimte dan waar we nu zitten. En we zitten midden hier in de wijk. Dus met de verhuizing ja, denken we dat het een heel grote stap is, ook qua laagdrempeligheid. Hè. De Biep zit op de derde etage. Hier is vrije inloop. Mensen kunnen hier vrij naar binnen. Beneden is een soort cafetaria. Er gebeurt van alles. Wij zitten op de eerste verdieping. En we hopen ook dat het een stimulans is voor mensen om dan ook misschien wat sneller naar ons toe te komen met nieuws, met tips, noem maar op. We ontvangen ze graag. Ja, kijk, het was eerst het L1 gebouw geloof ik. Dus het is leuk dat TV Maastricht er weer intrekt. Weer een soort van mediaparkje dicht bij huis. Het is zeker goed. Het gebouw heeft heel lang leeg gestaan en het wordt nu helemaal schoongemaakt en opnieuw ingericht. Dus het is zeker een heel goed idee. En het zal ook wat meer cachet geven aan de buurt. Dus ja, ik sta daar volkomen achter.